Deze nieuwsopname, deze nieuwsuitzending, is ongelooflijk actueel. We zitten nou te kijken, jullie kunnen meekijken, naar het AD. En die publicatie, staat er ook een datum bij? Niets. Nee, dat is het A. Oh wel. Nee. 31 mei 2018. Nou, het is vandaag 31 mei. Dus nou. Het is nu 9:15 en het is gepubliceerd om 12:30. Ik lees even voor en dan gaan we echt ongelooflijk lachen. Sorry, ik kwam tegen de microfoon aan. Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tijdens het Tweede Kamerdebat over alcohol en tabaksbeleid. Copyright, Algemeen Nederlands Persbureau. Ja, ik weet niet of ik het mag voorlezen, wat copyright is van het ANP. Maar het is zo grappig, daar blijven we even over doorgaan. Onderwijl steek ik mijn checkje aan. Des te eerder krijg ik longkanker, of niet? Ja. Ik ga de titel is: staatssecretaris Blokhuis wil roken op terras verbieden. Dit is toch. Oh, dit is. Nee, dat is Paul Blokhuis. Oké. Staatssecretaris Paul Blokhuis, tussen haakjes, ChristenUnie, Volksgezondheid, wil het roken op terrassen verbieden. Dat is nodig en onvermijdelijk, vindt hij. Nou, dat is mooi dat hij dat vindt. Geweldig. Christus Jezus heeft gezegd: het is niet wat de mond ingaat dat de mens verontreinigt. Het is dat wat de mond uitkomt. Maar hij is van de fucking ChristenUnie en hij weet niks van de Bijbel. Hij is van de katholieken. Ja, ik steek mijn checkje maar even aan. Des te mooier wordt mijn stem. Joh, mijn piggy, als je rookt, dan krijg je allemaal rotzooi binnen. Ja, het is mijn lichaam, dacht ik, hè? Een lichaam gekregen van God. En dat doe ik mee wat ik zelf wil. Ja, maar als jij rookt, kunnen andere mensen passieve longkanker krijgen. En je moet wel rekening houden met je omgeving, hoor. En als jij dat niet doet, nou, dan gaan wij je verbieden. Nou ja? Wat wil je gaan verbieden? Hè? Het neuken van kleine kinderen zou ik gaan verbieden. Nou, Piri, dan moet je wel heel hard hoor. Want jij doet net alsof de katholieke kerken en die andere zogenaamde protestanten allemaal kleuters geneukt hebben. Maar dat is helemaal niet waar. Oh nee, homo. Ga er weg. En die mensen van de ChristenUnie, als je jezelf van de ChristenUnie wil noemen, ja, je gaat beamen dat de 10 wetten van Mozes gelden. Dus, je mag niet liegen. Deze man is een leugenaar, want die zegt dat Osama Bin Laden die heeft 9/11 gedaan. Terwijl die drommels goed weet dat Osama Bin Laden dat helemaal niet gedaan heeft. Nee, maar we zitten lekker met een mooi pak van 2000 euro te vertellen dat Perry Winkel niet meer mag roken. Want dan maakt hij andere mensen passief longkankerlijk. Hij flikker op. Als ik op het terras zit te smoken, als ik waar maar ook zit te smoken en iemand zegt ik heb er last van, nou, dan gaan we onderhandelen. Maar ik wil graag roken. En ja, dat is tabak. En dan krijg ik nicotine in mijn lichaam. En dat is een gif. Ja, dat weet ik wel. Maar het is mijn lichaam. Ja, maar Perry, jij weet zelf ook wel dat als je gewoon een tijdje stopt met roken, dan heb je geen zin meer in roken. En dan gaat het stinken. Ja,
Dat klopt. Dat heb ik gedaan. En toen dacht ik ook, kom, ik ga weer beginnen met roken. Want anders stinken die andere rokers zo. En trouwens, tegenwoordig in de kroeg, daar rook dan helemaal, dan mag je niet meer binnen roken. Nee, dan kon je binnen en wat ruik je dan? Zweet en parfum. Nee, daar word ik blij van. Ja, maar het is wel veel gezonder hoor, zegt u. Ja, kom op, ik lees er even voor. Roken in de horeca is al verboden. Is niet echt zo trouwens. Ik ga eventjes gelijk reageren, maar ik ga niet vertellen waar, maar hier in Arnhem, daar kan je roken in de horeca. Om binnen smoken. En de mensen die dat niet bevalt, ja, dan kom je daar toch gewoon niet. Dan ga je maar naar een rookvrij café. Maar van al die kroegeigenaren die gaan vrijwillig zo buigen. En dan de billetjes omhoog. En dan zeggen tegen, weet je nog weer, Paul Blokhuis. Van ja, neem mij in de anus. Dat is dan de LGTB-agenda. Je kan gewoon roken hier in Arnhem hoor. Dat is geen enkel probleem. Ook binnen. En waarom niet? Wat is het probleem? Iedereen koopt die check en daar staat op. Deze tabak bevat meer dan 70% stoffen die longkanker veroorzaken. Ja, die hele overheid die moet op taalkursus. Hè? Hoe kan je nou zeggen, deze tabak bevat meer dan 70% stoffen die longkanker veroorzaken. Ja, dat kan even niet. Ik vind ook echt dat voor iemand die in de regering zit, we gaan eerst een IQ-test afnemen. En mensen onder de 120 niet. Ja, maar die Syriërs die hier naartoe komen, die hebben een IQ van 80. En dat vind ik discriminerend wat je nou zegt. Want als er een Hollander is met een IQ van 80, dan mag die van jou ook niet, net als die Syriërs, in het parlement. Nee, natuurlijk niet. Als je te stom bent voor woorden. Roken, ik begin overnieuw, hè. Roken in de horeca is al verboden. En ook aan de rookruimtes die rokers nog een toevluchtsoord bieden, komt binnen 2 jaar een einde. Nou, een toevluchtsoord heeft Paul Blokhuis nodig. Waar gaat hij zich verschuilen? Een beetje burgertje pesten. Ja, maar van roken krijg je longkanker. Ja, maar maak het uit. Het is mijn lichaam dat longkanker krijgt. Ja, maar als je rookt, dan vergiftig je ook andere mensen. Nou, dan rotten ze maar op. Ja, maar ook als het dan waait op een terras, dan heb je dus nauwelijks, dan waait al die rook weg. Maar dan mag het nog steeds niet hoor, want als het een beetje wind geeft, dan mag niet roken. Waarom niet? Ik heb een hele leuke tent hier. En dan draai je best goede muziek. De wodka is ongelooflijk goed te betalen. En ze hebben een rookruimte. En die stinkt ongelooflijk. Maar ja, als je zelf een checkje opsteekt, heb je er helemaal geen last meer van. En misschien dat ze iets vaker daar de asbakken mogen wegpoetsen. Misschien iets meer frisse lucht erin. Dat zijn verbeterpuntjes. Ja. En dat mag straks niet meer. Ha. Maar we mogen wel bommen gooien op Irak. Hè? Paul Blokhuis. We mogen wel vrolijk doen over die 3000 doden bij de aanslagen van 11 september 2001. Ja, natuurlijk wel. We lachen ons allemaal kapot, klootzak. En we zijn ook niet vergeten hoe jij, Paul Blokhuis, met jouw organisatie, hoor jij die Serviërs in Kroatië hebt vermoord. En al hun bezittingen ingepakt. Daar hebben we het over 1 miljoen. Ah. En dan per mensenleven 100.000 euro. Paul Blokhuis, nu leveren jij. En anders verkopen we jouw lever aan een oude Chinees.
Met leverkanker. En dan maar hopen dat je niet te veel gedronken hebt. Want dan is je lever geen cent meer waard. Ja, maar Perry, nu maak je het heel politiek, hoor. Ik vind het wel dat je... Ja, de politiek moet je scheiden van de geschiedenis. En ook religie moet je er helemaal los van zien. En het is echt heel belangrijk dat de overheid ervoor zorgt... dat jij en de jouwe, die allemaal zitten te roken... dat jullie dat nergens meer mogen. En dan begin je wel over dat wij 1 miljoen mensen in Kroatië hebben vermoord. En dat er, in principe heb je daar gelijk in, 100.000 euro per leven. Vooral die kinderen, nou die kinderen vergoeden we voor 200.000 euro. Dan heb je het over 100.000 keer 1 miljoen. Dat lijkt mij 100 miljard. Ja, kom maar op met die poen. Paul Blokhuis. Van de ChristenUnie. Jij bent een pausaanhanger, lul! Nee, maar nu maak je het... nu gaat het te ver, hoor. Kijk, ik accepteer... Kijk, Jan-Peter Balkenende en Mark Rutte... en die gaan naar de paus toe. Maar wat staat het ook alweer? Matthäus 7, vers 1. Daar staat, oordeelt niet, omdat gij niet geoordeeld worden. Dus ik vind het prima dat Mark Rutte naar de antichrist gaat. Ja, want ik heb een mooie baan. 150.000 euro per jaar. Hoe durf je jezelf christen te noemen? Niet dat je ruzie krijgt met mij, ben jij gek? Als ik iets ga doen, dan laat ik jou omleggen. En je hele familie trouwens. En je kinderen natuurlijk. Zodat ze zich niet hoeven te schamen voor het gedrag van Paul Blokhuis. Want ze zijn dood. Ja, maar wij zijn er hier om voor jullie te zorgen. En hou op. Ik wil helemaal geen zorg. Ik rook en dus. Ja, maar er zijn mensen en die hebben er last van. Dan komen die mensen maar naar me toe. En trouwens, als ik zat vroeger in Café de Wacht. Mocht je binnen nog lekker paffen. Iedereen zat er te paffen. En dan komen de mensen binnen en die denken van... Jeetje, wat een hoop gepaf. Ja, dan ga je toch weg? Dan ga je naar een rookvrij café. Of je gaat naar het Sonsbeekpark. Ja, precies, want in het Sonsbeekpark... daar schijnt ook gerookt te worden. En dat gaan we ook verbieden. Jezus, mijn Christus. Ja, Perry, je moet goed begrijpen dat die katholieken, die zogenaamde christenen, die hebben in Kroatië alleen al 1 miljoen omgelegd. En die afrekening wordt dus 100 miljard. En dat geld hebben we niet. Dus we hebben geen andere mogelijkheid om te gaan lopen zeuren over dingen die de aandacht afleiden. Maar weet je wat, Paul Blokhuis? We maken je af. Hè? Het is klaar, jongen. En dat rookruimtes een toevluchtsoord zijn, is niet waar. Het zijn plekken binnen kamers waar je nog mag paffen in plaats van buiten in de regen. En als je in de regen staat te roken en je hebt geen pet, maar ik heb een pet, dus ik kan in de regen roken. Maar niet iedereen heeft een pet. En dat mag straks niet meer. Oh, wat fijn. Paul Blokhuis. Waar woont je familie eigenlijk? Heb je ook zo'n kut-oma, net als jij? Ja, maar Perry, je moet goed begrijpen dat op tabak zit heel veel accijns. Dus als jij voor 5 euro, dan wat zeg ik, een tientje tabak koopt... dan gaat er 7, dan gaat er 8 euro naar de overheid. Ja. En als we dat nog stoppen, dan krijgen wij dus niet meer 8 euro per pakje tabak. En dan moeten we de btw omhoog gaan doen. En daarom moeten mensen stoppen met roken. Nee, die logica klopt niet.
Laat mensen roken. Laat mensen heroïne spuiten. Wat maakt mij eruit? Ja, maar Perry, nu ga je te ver, hoor. Want onder jou woont een vrouw en we weten allemaal hoe ze heet. Een hele mooie naam. En de voornaam is Ellen en die heeft heroïne gedaan. En van die vrouw heb jij heel veel last. Nee! Er is een tijd geweest en draaide zij Metallica. Hard. Ja. Maar ik hou van Metallica. Wat maakt mij het uit dat zij Metallica draait? Dat is ook weer. Schroef het volume op. Een Steeler's Wheel draaide ze ook. En zij had heroïne gebruikt. En dat mag ze dan niet meer? Dat mocht ze al niet trouwens. En waarom niet? Ik sprak gisteravond, gisteravond, een man. En waar kwam hij ook? Hij was geboren Arnhemmer. En we kregen het over drugs. En hij liet mij een zakje zien. En dat was amfetamine, maar dan met een gele kleur. Ja, wat maakt mij eruit? Ik heb nog geroken. Nou, daar rook wel ergens naar. Ik denk, Jezus, wat bitter. Maar het rook goed. Dus ik gaf het zakje terug. Ik zei, nou, volgens mij ruikt het goed. Dus... En dan gaat de overheid zich ermee bemoeien. Gaat er weg. Over cocaïne kunnen we dat ook nog hebben. Ik lees weer even verder. Maar, en dan tussen aanhalingstekens, die snap ik niet hoor, maar waarom er aanhalingstekens staan. Hè? Maar, en dan komen er aanhalingstekens, het zou ook heel wijs zijn, en dan aanhalingstekens sluiten. Sorry, wijs? Wie is Paul Blokhuis om het te hebben over het woord wijs? 9-11 is gedaan door Osama Bin Laden. Nee, dat noemen we wijs. Ja, want Osama Bin Laden was van Al-Qaeda. En die zat in een grot in Afghanistan. In Bora Bora. En dan had hij een satelliettelefoon. En hij ook een satelliet internetverbindingen. En dat was, was Osama Bin Laden, jongen. En die heeft allemaal zijn inlopertype. En die zei van, nou, je moet WTC-1... en WTC-2 pakken. En WTC-7 valt vanzelf omlaag. Want ik ben Osama Bin Laden. En jullie 19 sukkelingen. Jullie gaan allemaal dood. Maar je krijgt 70 maanden aan de maagden. Aan de andere kant. Van de gassoda. En dat is Paul Blokhuis. En dat noemt zichzelf christen. De hele ChristenUnie mag weg. Smeerlappen zijn dat. Ja, maar nu ga je er van alles bijtrekken dat de christenen moeten de waarheid spreken. Nee! Als je liegt, ga je dood. Mozes heb ik het over. Oude Testament. Klootzak. Ja, maar nu ga je het heel hard spelen en dan trek je de Joden erbij. Ja, Christus was een Jood. Hoe durf je jezelf een christen te noemen? Paul Blokhuis. Moet ik langskomen? En waar woon je eigenlijk? You believe me. Ik regel zo 20 van mijn koranistische Marokkaanse vrienden. Dan gaan we even je huis omzetten tot een rookvrije omgeving. Ja, maar nu ga je grappig worden. Dat vind ik niet leuk. Oh, nou, dat is jouw probleem. Maar het zou ook heel wijs zijn, ik lees weer voor, hè, terrassen rookvrij te maken, zegt Blokhuis, slecht geschreven, Paul Blokhuis. Die woont op de Agnietenweg nummer 34C in Westerland. De nieuwe gemeente van Utrecht. Hoop ik, ja, ik zeg maar wat. Wat is het burgerservice nummer van Paul Blokhuis eigenlijk? Om mij de les te lezen. Terrassen rookvrij maken.
En flikker op. En dat zegt Paul Blokhuis op NPO Radio 1. Ja, dat interesseert me toch helemaal niks. Als zij dit had op Radio Pi. Radio 3.14159216. Wat interesseert me dat? En dan komt er nu aan. Ik denk dat we niet ontkomen aan strengere regels. We hebben nog best wel een inhaalslag te maken. Dit zijn vrij veel woorden om te zeggen dat Paul Blokhuis en zijn christen-homo-vrienden die gaan de regels strenger maken. Wij gaan strengere regels doen. In het Oude Testament staat dat Nebukadnessar, die kreeg uiteindelijk een nachtmerrie. Maar wij zijn helemaal niet bijbelgelovend. Wij zijn van de ChristenUnie. We willen alleen maar 150.000 euro per jaar. En een beetje blondines neuken. En af en toe een brunette. Nee, wij gaan geen... niet beginnen over Nebukadnessar. Paul Blokhuis, lees het boek Daniel nog een keer. Je was er van de ChristenUnie. Dan lees je fucking Bijbel. Ja, kijk, Perio, het is zo, hè, als we in Nederland het roken totaal gaan verbieden, dat niet meer binnen roken, dat mag niet meer. In de rookruimtes, daar stoppen we ook mee, want dat is gezond voor de mensen. En ook op het terras niet meer, gewoon niet meer roken. En dan wordt het een betere wereld van. En dan is het niet meer zo erg dat wij van... wij noemen onszelf de ChristenUnie. En wij doen het niet aan de Bijbel, want wij liegen gewoon alsof het gedrukt staat. Maar dat niemand dat in de gaten heeft, want niemand mag meer roken. En natuurlijk lost dat niet alles op, hè? Maar dan gaan we ook het roken verbieden op Mars. Want anders krijgen de ganzen of zo, of de mieren, die krijgen... Wij hebben op Mars eigenlijk. Mieren of ganzen? Ja, want daar op Mars, er zitten ook hele bijzondere bacteriën. Als je op Mars gaat roken, dan kunnen die bacteriën daar last van krijgen. Ga dan even weg. Ik lees weer voor. De staatssecretaris wijst erop dat in de Verenigde Staten al jaren rond gebouwen niet meer mag worden gerookt. Nee, daar word ik blij van. Wat heb ik te maken met Amerika? De Verenigde Staten. De Verenigde Staten is in officieel dan, hè? De Verenigde Staten, dat was ooit hartstikke leuk. En dat land was helemaal leeg. En de protestanten, degene die in de gaten hadden dat de paus, dat is een klojo. Een moordende klojo. Dus wij naar Amerika toe, ja, dat was een leuke tijd. En toen is de paus gekomen. En in 1776 heeft de paus met de First Amendment de deur opengezet voor zijn moordende organisatie die samenlevingen kapot maakt, economieën terugbrengt tot helemaal niks. Dus economie is een samenleving, hè? Dus de paus is er een ster in en die Paul Blokhuis dus ook. Want als er maar economische activiteit plaatsvindt, dan wil Paul Blokhuis, die wil 40 tot en met 80%. Ja, want jij werkt in mijn Nederland. Daarmee bedoel ik Nederland van de paus. En ik werk voor de paus. En ik noem mezelf ChristenUnie. En de paus noemt zichzelf ook een christen. Dus dan mag ik dat ook doen. En de paus heeft dan volgens jou allemaal kleine kinderen laten neuken. En 1 miljoen Serviërs in Kroatië vermoord. En we krijgen nog wat geld van de paus. Zeg jij dan? Ja, dat zeg ik inderdaad, ja. Paul Blokhuis, ga naar huis. Ga weg. Hou je mond.
Dat is zo'n tent waar je hier nog in Arnhem, dan kan je gewoon paffen. En dan komen mensen daar weg en vallen ze dood van de longkanker op het terras? Nee, helemaal niet. Ze hebben hooguit te veel gedronken dat ze vielen. En ik heb zo'n vriend en die komt er ook. En die paft zich ook helemaal te pletter. En die is spastisch, heeft een rolstoel. Ja, die is daar wel omgevallen. Ja, ja, dat is gebeurd. Nou en? Van de longkanker? Nee, ik dacht het niet. Dat was van de alcohol en de wiet. Ja, maar dat mag niet. Als je spastisch bent, dan moet je rustig in je rolstoel blijven zitten. En je mag niet roken. Want anders kan je omvallen op het toilet. En dat in de Verenigde Staten, dat is van de fucking paus. Ah. En dan mag je rond gebouwen niet meer roken. Jeetje, mijn Christus. En de volgende stap wordt, je mag in de natuur niet meer roken. Want dat is zielig voor de bomen. Ja, ik wil alle rokers moeten maar naar IJsland. Nee, de paus moet naar IJsland. Iedereen van de paus die gaat naar IJsland. En dat hebben we helemaal klaargemaakt. Ze hebben zo'n vulkaan opgeruimd. Mooi gat erin gemaakt. En dan flikkeren we al die klootzakken in. Ik lees weer even voor. Het roken op terrassen is volgens de staatssecretaris, dat is Paul Blokhuis. Het roken op terrassen is volgens Paul Blokhuis al langer een onderwerp tijdens gesprekken over het Nationale Preventieakkoord. Daarin werkt hij, Paul Blokhuis, aan afspraken met maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de gezondheidszorg over het terugdringen van het roken. Ik ga even invullen. Paul Blokhuis weet dat de opa van Perry Franciscus Martinez Winkel, burgerservice nummer 059-668-301, dat zijn opa 83 geworden is. En die rookte 2 pakjes Caballero en Caballero op zijn Nederlandse. Caballero, dat zijn die korte sigaretjes, lekkere tabak. Kostte in die dagen €1,60. Per pakje. Dus dat is, even kijken, €0,60. 2 pakjes per dag. En je werd 83. Ja, maar dat is een uitzonderingsgeval. Nee, dat is mijn opa. Dat is geen uitzonderingsgeval, dat is mijn opa. En dan niets meer. Ga ik weer even voorlezen. In het akkoord moet volgens Blokhuis, dat is Paul Blokhuis, diegene die dit geschreven heeft. Als ik de hoofdredacteur geweest was, had ik gezegd tegen die klootzak van, ga jij maar naar huis en ga mijn kindernet porno kijken en aan je zeng lopen zwengelen. Paul Blokhuis, heet die man. In het akkoord moet volgens Paul Blokhuis in ieder geval staan dat tabak duurder wordt. Ja, vind je het gek? Wat denk je dat een Paul Blokhuis per maand kost? Die man maakt zich ook zorgen. Hè? Want hij werkt niet en loopt een beetje te vertellen dat Nederlanders moeten stoppen met roken. En waarom eigenlijk? Hè? Ja, dan gaan de Nederlanders dood en dan heb ik geen btw-inkomsten meer en dan kan ik vrezen voor mijn baan. Dus de Nederlanders verbieden om te roken. En dan gaan we dus doen door de tabak duurder te maken, want dan heb je een periode waarin er echt heel veel belastinginkomsten komt en daarna kan niemand het meer betalen en dan maken we ze allemaal af. Want wij zijn van, zoals jij zegt, Perry, wij zijn niet van de ChristenUnie. Wij zijn van de Katholieke Unie. En we willen iedereen dood. Jezus, man. En die, die, die,
Paul Blokhuis, ga in godsnaam het boek Daniel lezen. Ja, de eerstvolgende keer dat ik jou in het parlement wil zien, dan ga jij een vers van het boek Daniel voorlezen. Je gaat vertellen waar die droom van Nebukadnessar over ging. En even voor jullie die nog niet zo bijbelvast zijn. Maar er bestaat zoiets, dat heet Babylon. Ja, maar Perio, ben jij van reggae? Nee, homo, daar gaat het niet om. Babylon. Hé, hey, Paul Blokhuis, als jij je christen wil blijven noemen, ga eventjes die droom van Nebukadnessar opnieuw analyseren. Waar denk je dat je zelf mee bezig bent? Dat je het volk helpt dat het niet meer mag roken? Ga je zo dadelijk ook rollators verbieden? Nee, want rollators die krijg je van de overheid en dat levert geld op. Oh ja? Oh. Mijn naam is Paul Blokhuis en rollateren, dat mag. Maar dan wel met mate. Niet dat iedereen een rollator krijgt, want dat is levensgevaarlijk. Dus, kunnen kleine kinderen die kunnen ja, onder een rollator belanden. En dan loopt zo'n bejaarde, die loopt er gewoon dwars overheen. Dus we gaan vaststellen dat... regels natuurlijk, hè, strengere regels. Dat we instellen dat mensen met een rollator, die mogen van 9 tot 11 en van 's morgens en dan van 3 tot 5 's middags, mogen ze met de rollator. En dan gaan wij wel allemaal elektronische borden maken ter waarschuwing van de kinderen van pas op, de bejaarden gaan lopen met rollators. Dus moeders, hou je kinderen thuis. Gaan we weer door. We gaan weer door, hè? Zoals de platen. Ook moet het aantal verkooppunten omlaag. Echt waar. Oké. Vind ik best. Echt geen enkel probleem. Ah. Door mijn Italiaans-Jugoslavische vriendin, die kreeg een schoenendoos uit Joegoslavië, voormalig Joegoslavië. Helemaal vol met tabak. Zonder niks. Gewoon tabak. Nou zo. Dan halen we voortaan alles uit Joegoslavië. Kom maar op met die tabak. Dan wordt het niet meer verkocht. Mijn Italiaans-Joegoslavische vriendin, die krijgt het als cadeau. De enige was de verzendkoster. En dat was een doos tabak, jongen. Daar heeft ze 4 weken van kunnen roken. Voor... een tientje? Dat is 2,50 per week. Mooi zo. Dan gaan we allemaal zelf tabak verbouwen. Dat zou iedere Nederlander moeten doen. En dat is van onzin. Aanhaken met je familie die kennis heeft in Aalten. Ja, stop die zaden in de grond. Ik lees weer even voor. De staatssecretaris is daarom ingenomen met het, tussen aanhalingstekens, en dat snap ik niet, met het fantastische, aanhalingstekens sluiten, waarom staat het tussen aanhalingstekens, besluit van supermarkt Lidl om op termijn geen rookwaren meer te verkopen. Gisteren maakte Lidl Nederland bekend dat het als eerste supermarktketen gaat stoppen met de verkoop van sigaretten. Oh, wel tabak. Hoop ik maar. Maar geen sigaretten meer. Ik rook ook helemaal geen sigaretten. Dat hoeft van mij helemaal niet. En dan gaan we verder voorlezen. Tussen aanhalingstekens. De trend in Nederland gaat duidelijk richting rookvrij. Dat merken wij ook aan de kassa. Daarom is het voor ons een logische stap om de verkoop van sigaretten nu al gefaseerd af te bouwen. Aldus Marlijn Simons Somhorst van Lidl Nederland. Is dat een vrouw?
Ja, dat maakt mij niet uit. Lidl ziet er geen gat meer in. Ja, wat vind je het gek? Hey, je koopt hier tabak. De productiekosten zijn een euro. En daar betaal je een tientje voor. Ja, dat lijkt me niet zo'n goede markt, of wel? Dan gaan we het zelf al verbouwen. Dan moet die Paul Blokhuis vooral mee doorgaan. En trouwens, Paul Blokhuis gaat ruzie krijgen met mijn vader. Ja, maar Perry, bedoel je dan George Laurens Alexander Winkel, jouw biologische vader? Nee! Mijn vader. Met een hoofdletter V. Aan Blokhuis en dan ben ik het te liegen. En dan gaat hij hierdoor. Dat is zo erg, hè? Blokhuis, dat is Paul Blokhuis van de ChristenUnie, die ligt. Dus Paul Blokhuis weet dat hij dood is. De smeerlap. En toch door blijven ouwe horen. En ik heb ruzie met mijn vader, jongen. Wat denkt die lul wel niet? Maar Paul Blokhuis zou graag zien dat mensen gemakkelijker een behandeling kunnen volgen of aan hulpmiddelen kunnen komen om te stoppen met roken. Hij is daarom in gesprek met de verzekeraars of die bijvoorbeeld nicotinepleisters buiten het eigen risico kunnen houden. Het is hem ook een doorn in het oog dat verzekeraars een tweede stoppoging helemaal niet vergoeden. Verzekeraars zouden daarvoor wel openstaan en dan konden we quotejes. Snap ik niet. Maar het pleit is nog niet beslecht. Dit was het einde van de mededeling van het Algemeen Dagblad. En wat staat hier nou? Ja, ik betaal verplicht voor mijn gezondheid meer dan 100 euro in de maand. Ik ga nooit naar de dokter. En echt niet! De laatste keer dat ik naar de dokter ben gegaan, dat was 6 jaar geleden. En dat was omdat mijn kind depressief was, naar mijn mening. En dat viel buiten de verzekeringsmeuk. Dat kostte me 70 euro. En voor de rest ga ik naar de dokter? Nee, helemaal niet. En dan gaan die klojo's van mijn 70 euro in de maand of 100 euro in de maand, krijgen die klojo's nicotinepleisters op verzoek van Paul Blokhuis. Het is te erg voor woorden. Dan laat mij roken. Je krijgt al mega veel geld. Ieder checkje wat ik draai. Ik draai van die dunne checkjes. En ik betaal een tientje voor mijn tabak. Dan haal ik 50 checkjes uit. Dus dat is dan 10 gedeeld door 50. Dat is 20 cent per checkje. En daarvan gaat 80% naar Paul Blokhuis. Homo dat hij is. Ja, maar Piggy, kijk, jij betaalt dan de verplichte volksgezondheidsverzekering. Maar dat moet ook wel uitgegeven worden, hè, dat geld. Dus, we moeten dat, ja, we krijgen van jou dus ja, richting de, ja, behoorlijke per jaar. Dat gaat toch richting de 1000 euro per jaar. En in totaal heb je toch al voor 80.000 betaald. En ja, dan hebben we al die euro's. En dat moet er ergens aan uitgegeven worden. En wij dachten, gratis nicotinepleisters voor mensen die willen stoppen met roken. Want ja, jij, ja, wij weten we allemaal, Perry, jij kan stoppen met roken. Jij wordt daar niet chagrijnig van. Maar niet iedereen, hoor. Nee. Nee, sommige mensen moeten nicotinepleisters krijgen. Ja, nou. Ja. Ik wil graag een Marokkaanse vrouw. Krijg ik die ook gratis? Zo'n lekker Marokkaans ding. Ik zag er... het was eergisteravond. Ik zag er weer een. Ik denk, jezus. Wat een mooie vrouw. Ja, die wil ik ook wel. Dan hoef ik geen nicotinepleisters, maar dan krijg ik een Marokkaanse vrouw. Uit mijn ziektekostenverzekering natuurlijk, hè? Die ik verplicht heb betaald. Dus ik heb inmiddels al ongeveer een ton betaald, 100.000 euro.
En dan krijg ik een bos bloemen en een mooie Marokkaanse vrouw. Met een goede familie. Natuurlijk. Hè. Een tante die kan koken. Dat wil ik wel. Ik weet zeker, je geeft mij een mooie Marokkaanse vrouw. Ik word 93. Ja, maar Perry, jij bent zo'n zeurneus. We willen jou niet als 93-jarige nog met een gezin, met een Marokkaanse moeder. Dat gaat er even niet in zitten. Maar waarom niet eigenlijk? Ja, al die sukkels krijgen nicotinepleisters van mijn poen. Ja, Perry, want jij kan stoppen met roken als je wil, maar die sukkelt niet. Is dat mijn probleem? De beste reden om te stoppen met roken is dat je niet... ik heb een tijdje bij mijn moeder gezeten. En mijn moeder is ook zo'n... Dat is echt zo'n lieve moeder. Dan mag je niet roken. Toen ben ik gestopt met roken. Ja. Dat is de eerste dag een beetje wennen. De tweede dag is een beetje doorwennen. En de derde dag ben je er vanaf. Ja, waar heb je het over? Nicotinepleisters, ga er weg. Dat mensen gewoon paffen. En een rook krijgen. Die Paul Blokhuis, die had moeten zeggen van... wij gaan het voortaan toestaan... dat iemand die een horecagelegenheid heeft... de baas is van de gelegenheid. Dus als hij zegt... hier wordt alleen pizza gegeten... dan is dat zo. Als die horecaman zegt... nee, in mijn tent kan je geen alcohol kopen... dan is dat zo. Nee, in mijn tent kan je geen psychedelische paddenstoelen kopen. Dan is dat zo. Want die horecabaas is de baas van die horeca. Dat moet Paul Blokhuis zeggen. We hebben een nieuwe wet... En dan mag de horeca-eigenaar, die mag bepalen wat er in zijn tent gebeurt. En dat in de naam van Oranje, open de poort. Hey, dan heb ik wat een Paul Blokhuis. Behalve dat ik al lang weet dat een horeca-eigenaar, die mag gewoon bepalen wat er in zijn tent gebeurt. En mag er gerookt worden? Ja, dat bepaalt de horeca-eigenaar. En het ergste is natuurlijk dat die Paul Blokhuis zichzelf een christen noemt. Hij heeft nooit een pagina van de Bijbel begrepen. Het is hem ook een doorn, ik lees even voor, hè. Het is hem ook een doorn in het oog dat verzekeraars een tweede stoppoging helemaal niet vergoeden. Dat het woord helemaal klopt niet. Dat kan je weghalen. Kennelijk is het zo dat als je rookt, dan krijg je een vergoeding voor de nicotinepleisters. Maar als je weer gaat roken, dan de tweede keer moet je je eigen nicotinepleister betalen. Nou, die eerste ronde had ik al helemaal niet nodig gevonden. Als iemand wil stoppen met roken, nou, dat is heel makkelijk. Dan moet je niet meer een checkje draaien, geen sigaretten meer pakken en vooral niet de brand erin steken. Ja, klaar. Iedereen die wil stoppen met roken, die krijgt van die tie wraps achter zijn rug gebonden. En dan kan je geen checkje meer draaien, kan je geen sigaretten meer pakken, want je handen zitten boven je billen. En die tie wraps, die mogen wat mij betreft uit de ziekenkostenverzekering komen. Want wat kost een tie wrap? Dat is ongeveer 1 cent per tie wrap. Dus iemand die niet kan stoppen met roken, nou, tie wrap erop, dat kost 1 cent. Ja, maar dan moeten die mensen gevoerd worden. Ja, dat is mijn probleem niet. Ze willen toch stoppen met roken? Ja. 2 handjes achter de rug. Oh, een stukje plastic eromheen. Ik vind het zo verschrikkelijk.
Ik vind het echt erg voor ons. Dat we opgescheept zitten met dit soort. Ja, dat heet micromanagement. Terwijl ze zelf liegen. En niet zo'n klein beetje ook. Ja. Die club van Paul Blokhuis, daar krijgen wij vanwege Joegoslavië, Kroatië, voormalig Joegoslavië, hebben wij 100 miljard te goed. Dat is per werkende Nederlander. In Nederland werken ongeveer 2 miljoen mensen. Die werken. De rest die loopt toezicht te houden. Die doet helemaal niks. Heeft een uitkering of whatever. Maar 10% werkt. 2 miljoen. Nou, 2 miljoen gedeeld door 100 miljard. Laten we zeggen 200 miljard. Even uitrekenen hoor, uit mijn hoofd. Ik pak nu niet de rekenmachine erbij. Hè. Maar 200 miljard gedeeld door 2 miljoen. Dat is dan 200 gedeeld door 2. Dat lijkt mij zoiets als 100. Nee, ja. 200 gedeeld door 2, dat is 100. Ja. 100. En dan een miljard gedeeld door een miljoen. Dat lijkt mij 1000. Dus iedere werkende Nederlander krijgt 2000 gulden euro, gulden, eenheden, zeg maar. Amero's, dollars, maakt me niet uit. 2000. Hé, hey, maar dat is een goed bericht. Dan hebben wij Kroatië afgerekend. En dat was alleen maar Kroatië. 1 miljoen. Dan hebben we nog die 500 miljoen die ook nog openstaan. Dode burgers. En dat wordt een leuke rekensom, hoor. Dat is 500 keer zo, dat is 500 keer zoveel. Dus 2000 euro keer 500, dat is best veel. En dat moet wereldwijd verdeeld worden. Dus niet alleen, ja, trouwens, wij hebben van Kroatië natuurlijk ook niet veel te goed, maar, want dat was ons volk niet. Maar dan nog. You believe me, dat als je Kroatië de schadevergoeding betaalt, dan groeit daar de tabak tegen de hemel aan, hoor. Ja, naar strof, ja, snap je? Vieze, vuile Paul Blokhuis in mijn woning met een liter vodka. En dan gaan we lachen, jongen. Met een YouTube-camera erbij. Maar jij durft mij niet onder de ogen te komen. Want ik heb mijn Bijbel gelezen. Ik ben een christen. En jij bent een leugenaar. Paul Blokhuis. Unterhausen Hamburgs. Dat is van mij dan een gewoonte geworden, hè? Om erbij stil te staan dat die mensen van Paul Blokhuis, zijn familie, zijn clan, zijn gedachtegoed. In de Bijbel staat, er is helemaal geen oorlog tussen mensen, er is een oorlog in de hemel. En de gedachtegoed van Paul Blokhuis en zijn clan, familie, whatever, hij is zijn geld aan verdiend. Die hebben Hamburg gepakt. Nee, maar dat was roken. Hamburg heeft gerookt. Oh, maar Perry, nu maak je een grapje. Nee! Hamburg is door de paus gevuurbombardeerd. En you believe me dat Hamburg ging roken. En die oude vrouwtjes die zaten tot aan hun knieën in het smeltende asfalt. Maar dat zijn we gelukkig allemaal vergeten. Behalve die vervelende Perry Winkel die er weer over begint. Hoewel, ja, vergoeding voor Hamburg. Paul Blokhuis. Eerst betalen en dan een grote bek hebben. Ja, en niet andersom. Ja, maar ik ben Paul Blokhuis. Ik ben afhankelijk van mijn inkomen. Nee. Je bent nog niet dood. Dat is het probleem. Maar op zijn Hamburgs, hè? Dus die stad, een hele stad. Daar woonden toen 200.000 mensen.
die zijn door de Klan, de gemeente, de Ecclesias van Paul Blokhuis, is die hele stad in rook opgegaan. En daarom zeg ik elke keer, als Hamburgs zag ik tjus. En dag lieverds.